11 oktober is het internationale Coming Out Day. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor seksuele diversiteit en bewustwording en tolerantie daaromheen. Maar is dat vandaag de dag nou nog echt nodig? Tolerant, Nederland tolerant. Valt wel mee hoor. Ja? Ja. Zolang er nog mensen als hand in hand lopen, in elkaar geslagen worden omdat ze als twee mannen of twee vrouwen rondlopen. Dat vind ik niet zo tolerant. Want we zijn nu in COC De Kroon aan de Lange Gracht. Voelt dat dan als een veilige haven? Ja, voor mij wel. Maar daarbuiten ook wel. Voor mij. Gelukkig. Ik voel me hier veilig. Hier kan je meer jezelf zijn dan buiten. Maar het is niet zo dat ik me buiten bedreigd voel. Coming Out Day is ook bedoeld als een dag om je eigenheid te vieren. Wat wij als COC vinden, dat je je zichtbaar moet maken om deze dagen te vieren. Het Coming Out Day is net om diegene een schopje of een duwtje te geven. Voorzichtig tikje van kom uit de kast. Want een kast is er voor kleren en niet voor ons. Probeer jezelf te zijn. Je mag, wij streven er met z'n allen naar dat je zelf mag zijn en dat je zelf moet kunnen zijn. Uiteindelijk diversiteit geldt voor ons allemaal. En dat moeten we ook met z'n allen doen. En dat moeten we op z'n tijd ook met z'n allen vieren. En daar is deze dag ook gewoon voor gecreëerd. COC Leiden pakt het jaar groots uit met een feest op 8 oktober waarop werkelijk iedereen welkom is. Ja, juist iedereen is welkom, want dat is juist het idee. Dat iedereen mag zijn wie die wil zijn. Daarvoor juist iedereen welkom. We hebben diverse artiesten, eigenlijk voor iedereen wat wils. Inderdaad, net wat ze zeggen, een ensemble van musicalsterren die hier komen optreden. We hebben een Nederlandstalige artiest, Danny Diego, die ook al bekend is van Utopia. Het maakt niet uit wie je bent, wat je bent, hoe oud je bent, hoe jong je bent, waarop je valt. Kom gewoon eens kijken.